Mocht je nou een bezoekje brengen aan het gemeentehuis van Overbetuwe, dan kun je er bijna niet omheen. Gisteren is de nieuwe tekst van artikel 1 van de grondwet in de publiekzaal geplaatst. En daar is de burgemeester maar altijd trots op. En vorig jaar dacht ik ineens, en ik ben hier sinds 5 jaar, dus ik heb me aan het begin niet met het gemeentehuis bezig gehouden in de ontwikkeling. Ik denk, wij hebben helemaal geen artikel 1 van de grondwet zichtbaar in het gemeentehuis. En dat vond ik eigenlijk wel vreemd, want het is geen, een heleboel gemeentehuizen hebben het niet, hè. Maar ik vind het wel de basis die je moet hebben als gemeente om te laten zien waar je voor staat. Het eerste artikel uit de grondwet, ja, dat wordt wat mij betreft zichtbaar voor iedereen die binnenkomt voor of een kopje koffie of een paspoort of een afspraak. En ik vind dat de rechtsstaat echt van waarde is. En het maakt niet uit, zou ik maar zeggen, hoe je neus zit. Iedereen moet in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. En nou ja, daar begint het mee. En ik vind dat je dat dus ook moet uitdragen, maar ook zichtbaar moet maken. Nou, de grondwet bestaat natuurlijk uit 2 delen. De grondrechten, hè, waar inwoners in Nederland en dus ook in Overbetuwe recht op hebben als fundamenteel recht om hier te kunnen zijn. Dat is dus gelijke behandeling bijvoorbeeld, maar ook het verbod op discriminatie. En er zitten een aantal plichten in. De regels, de wetten over wat moet je als je hier bent en waar heb je je aan te houden. Dit gaat over het recht. En dat is niet altijd zo geweest. Maar was het niet helemaal normaal dat je als overheid dezelfde behandeling deed naar inwoners? Dus daar kon wisseling in zitten. Gelukkig is dat niet meer zo. Maar goed, helaas zien we natuurlijk nog steeds dat het niet altijd goed gaat. En ik denk dat je als overheid altijd moet zorgen dat je wel gaat voor die gelijke rechten en die gelijke behandeling. Voor iedere inwoner die hier woont of komt of is.